Een hele goede middag en welkom bij Nieuwe Ups and Down. Ik heb vanochtend Jordi en Sam, Jordi, Liam naar school gebracht. Daarna ben ik even naar de supermarkt geweest en ik heb een cadeautje gehaald, want vanavond hebben we trouwerij. En Sam heb ik net weer opgehaald. Die heeft al zijn natje en zijn droogje gehad. Maar wat ik dus heb gekocht is het volgende. Ik heb een geldboompje gekocht. Namen hou ik heel eventjes achterwege. Dit is een geldboompje die je geeft als er iemand getrouwd is of wat dan ook. En in de pot heb ik geld gedaan. En dus dat. En dan heb ik op de kaart heb ik gezet, dit is een geldboompje. Deze brengt geluk. Kijk in de pot, maar maak hem niet stuk. Het zit in de pot, zit geld, zeg maar. Dus dat. Dus dat. Is de peetoom van Jordi. Dus vanavond hebben we een trouwfeest. Daar gaan Niels en ik heen. Mijn ouders komen dan hier. En die letten op de kindjes. Dus dat is ook wel fijn. En mijn vader brengt ons weg, zodat ik en Niels wat kunnen drinken. Dus lang geleden dat we een feestje hebben gehad, kan ik je vertellen. Ik heb mijn pulled chicken al aanstaan. Ik heb van alles al geregeld. Ik heb gezorgd dat mijn ouders wat lekker te snacken hebben, et cetera, voor vanavond. Dus ik heb eigenlijk alles wel in kannen en kruiken. Ik moet straks alleen nog wel opruimen en zorgen dat alles klaar ligt, et cetera. En dan doen we samen die jongens naar bed. En dan kunnen Niels en ik een keer gaan. Dus dat is de bedoeling. Dus maar ja, ik ga heel eventjes verder hier. En trouwens, mochten jullie eigen afvragen of mijn ouders hier blijven slapen. Nee, mijn ouders blijven hier niet slapen. Die gaan vannacht weer naar huis toe. Dat is hun eigen keuze. Ik heb ook niet superveel mogelijkheden hier voor mijn moeder om haar hier te laten slapen. Omdat mijn moeder last van reuma heeft, et cetera. Net als dat ik heb. En die kan momenteel gewoon heel slecht ergens op liggen. En mijn bank is nou ook niet bepaald zo super fijn. Dus hun hebben ervoor gekozen om gewoon vannacht naar huis te gaan. Ook op een luchtbed kan mijn moeder niet zo goed slapen. Dus, en ze moet ook gewoon weer morgen wat werken. Dus ze hebben ervoor gekozen om dan gewoon weer naar huis te gaan. En het is ook niet zo dat ik elke week oppas of zo nodig heb. Dus ze zeiden, ja, voor een keer maakt daar gewoon niks uit. Dus daar hebben ze voor gekozen. Ik ga heel even verder hier, want ik heb nog genoeg te doen. Om 2 uur moet ik weer Jordi ophalen en daarna gelijk Liam. Inmiddels zijn we weer thuis. Ik heb Jordi opgehaald. En Liam en Sam. Die ligt half nog te slapen. Ze hebben een goede dag gehad. Nu gaan we iedereen naar binnen brengen. Een hele goede morgen. We hebben gisteravond een trouwfeest gehad van vrienden van ons. Het was hartstikke gezellig. Genoeg gedronken. Genoeg gedaan. Niels is nu alweer werken. Oh, wat zie ik eruit. Hè? Ik heb echt een douche nodig. Maar goed. Hè? Niels is alweer werken. Die hoeft niet heel veel te doen, maar hij is wel werken. Ik ben nu even Jordi fruit aan het geven. En die andere 2 van de Bambix bendeleden hebben ook fruit. Het was hartstikke gezellig. Dit is een foto van ons samen. En voor de rest, meer heb ik eigenlijk niet over te vertellen dan dat het gezellig was. Dus dat. En ik heb geen kater. Ik heb niet gezopen. Niels wel. Niels heeft vannacht ook nog staan. Dat. Ik heb nergens last van wat dat betreft. Ik heb me gewoon bij 1 soort gehouden. Niels niet. Niels die heeft zich niet bij 1 soort gehouden. En daar heeft hij geweten. Maar, s'avonds een vent, morgens ook een vent. Hij heeft ook de kinderen gedaan. Dus ik kan niet anders zeggen dan dat ik trots op hem ben dat hij het gedaan heeft. Een hele goede morgen.
Ik heb al een was opgehangen. Het is volgens mij nu 9 uur. Ik ben aan het opruimen hierboven. En ja, ik ben van alles aan het doen. Ik heb tegen Niels gezegd, ik ga eerst opruimen. En dan zie ik wel weer verder. Op dit moment... ik heb vrij veel last overal van. En dat komt van vrijdag. En ja, ik moet daar doorheen. Dat is gewoon een feit. En dat weet ik ook. Dus ik ga gewoon opruimen. En dat is ook tegen Niels wat ik heb gezegd. Zeg ik doe opruimen. En dan als ik nog puff heb om te poetsen, dan poets ik. En anders doe ik dat van de week een keer 's avonds. Maar meestal als je het opgeruimd hebt, dan is poetsen is een uurtje en dan ben je klaar. De douche heb ik wel al gepoetst, dus die hoef ik niet te doen. Die heb ik vrijdag al gepoetst, dus dat is sowieso al goed. Maar ja, ik heb was op te vouwen, ik heb op te ruimen. Er ligt hier gewoon één grote persbende. Dus ja, dat eigenlijk een beetje. Kinderen zijn buiten aan het spelen. En daar staan alle cadeautjes die we vrijdag mee gaan nemen. Dus ja. Dat. Hoi! Ik heb boodschappen gedaan. Ik heb was weer opgehangen, et cetera. Ik heb wat opgeruimd. En de kindjes hebben geslapen even. Niels en ik hebben net even op de bank een stokbroodje met salade zitten eten. Ja, mag je wel niet daar zitten? En nou ga ik zo kleren pakken voor de kinderen. Want we moeten naar de verjaardag. Want de peetante van Jordi is jarig. We zijn terug van de verjaardag. We zijn lekker aan het eten. Dat voor mij en Niels zit nog in de airfryer. Maar ga je lekker drinken. Goed zo. Kom maar pakken. En ja, dat. Het is tijd, de hoogste tijd. De kindjes gaan naar bed. En papa en mama, die hebben dan geen spijt. Dat. Kindjes gaan naar bed. Dan is de kwestie van hier nog wat opruimen. Ik heb een hele hoop was opgevouwen. En ja, dat is wat er aan de hand was. En voor de rest... ja, ik moet broodtrommels maken en dan wordt het bankzaken en beleggingen, denk ik. Kindjes in bed, alles ligt klaar voor morgen. En nu is het tijd om even nog op de bank te zitten en zo lekker naar bed te gaan. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.